Het is vandaag vrijdag 5 augustus 2022. Ja, het is niet te geloven, maar we zitten weer voor het eerst in een skilift. De laatste keer dat we dat waren, dat was toen we nog de skikleding aan hadden en de skis bij ons hadden. Maar nu gaan we weer eens even kijken hier bij Hoogbriekse, nog een stukje hoger, hoe het is in de zomer. En zo zijn we weer boven aangekomen hier op Hoogbriekse. Het ligt op 1300 meter. Altijd een heel mooi uitzicht hier op de Hoogezalve. Maar goed, dit is nog niet het eindstation. We gaan nog even naar de Ziensbergbaan. Die zien jullie daarachter omhoog gaan. Maar voor de meeste mensen die hier in de winter komen, ja, dan zie je ook eens een keer hoe groen het hier kan zijn. Hier zo, in Sieweld. Overal is het groen. En natuurlijk, je hebt vele berghutten. Dat staat allemaal al uitgezet. De tafels, de stoelen. Maar zeker ook de parasols. Want het is vandaag, wordt het weer een bijzonder warme dag. Ik denk een van de warmste dagen van Oostenrijk dit jaar. Vanuit het oosten van Oostenrijk gaat het wel richting de 37, 38 graden. Hier was het gisteren overigens 34 graden. Ook niet mis. Dus ik ga nog eventjes omhoog voor jullie hier met de Ziensbergbaan. Dan gaan we daar eventjes van het uitzicht genieten. We zijn nu met de Ziensbergbaan. Zijn we omhoog gegaan, of we zitten er nog steeds eigenlijk in. En wat jullie hier zien, dat is dan zeker voor de wintersportliefhebbers die hier vaak komen. En dan weet je ook waar de naam Grasalpen gelijk vandaan komen. Ja, alles is zo'n beetje gras. Ja, en het grote voordeel daarvan is dat je dus heel weinig sneeuw nodig hebt om te kunnen skiën. Met 10, 20 centimeter is eigenlijk al genoeg om minimaal, zeg maar, te kunnen skiën. En in sommige gebieden waar allemaal rotsen liggen en stenen liggen, dan heb je echt wat meer nodig. Wat dat dan gaat, ik ben wel blij hier in de Grasalpen. Nou, en ik zie een paar dames daarboven ook liggen in het zonnetje. Maar die zullen vanmiddag denk ik ook wel de schaduw op gaan zoeken. Want het zal wel redelijk warm gaan worden. En niet alleen van deze hoogte zie je Westendorp op de achtergrond liggen. Maar je ziet hiervoor de Brandelholmzee die zo'n 2 jaar geleden gemaakt is. En daarachterin heb je nog een zee, de Vielsbodenzee. Nou, als jullie kunnen zien, we zijn boven aangekomen op de Ziensberg. Waar je een heel mooi uitzicht hebt richting de Wilde Keizer. Daarvoor zie je het gebied liggen van Scheffau. Rechts achterin, maar dat kunnen we nu niet zien. Daar heb je Elmau nog liggen. Je hebt hier altijd een heel mooi uitzicht. Niet alleen aan deze kant, maar zeker ook aan de andere kant. Daar heb je namelijk de Hoogezalve liggen. De Hoogezalve staat erom bekend dat dat de uitzichtberg is van Tirol. Dus als je ergens wil genieten van het uitzicht, dan kun je dat daar doen. Meer dan 70 3000'ers als je richting de hoofdkam kijkt. En je hebt natuurlijk ook nog dat mooie kerkje wat je daar bovenop ziet staan in het wit. We gaan nog even proberen in te zoomen of jullie dat ook kunnen zien. Het witte gebouw in het midden, dat is het kerkje wat nog steeds dienst doet. Nou, jullie hebben weer een klein kijkje kunnen nemen, zeg maar, hoe het hier eruit ziet. In de zomer, in de winter hebben jullie dat al vele malen gezien. Maar nu is alles groen. Er zijn hier geweldige wandelpaden, fietspaden, zeker ook om te mountainbiken. Je hebt ook mountainbike trails, heb je ook nog liggen hier in Brieksen. Dus iedereen kan doen wat hij wil hier in de bergen. En is het je te warm? Dat kan. Dan kan je beneden nog in het dal
Bij de diverse bergmeren of zwembaden kun je hier rondom Schieweld kun je verkoeling zoeken. Dat kan in Brieksen, in Wessendorf zwembad, we hebben in Kierkbergen badenzee, in Goingen een hele mooie badenzee. Dan heb je natuurlijk nog het Keizerbad in Elmau. En zo kan ik nog wel eventjes doorgaan. En er is voor de kinderen natuurlijk ook ongelooflijk veel te doen hier. Ik noem maar één ding op, bijvoorbeeld Heksenwasser, in Zul, bijvoorbeeld Opinolino in Wessendorf. Maar goed, ik ga afsluiten en ik zeg ook in dit geval maar weer de groeten.